Hey, hier Imke Philip van Imkerij de Draken bij je. Vandaag wil ik het met jullie hebben over voeten. We hebben ze bijna allemaal. En zolang ze het goed doen, is het perfect. Maar op het moment dat je er last van krijgt, word je er continu aan herinnerd dat je last van je voeten hebt. Heel veel dingen hebben met alles te maken, maar er zijn twee dingen wat heel vaak opvallen. Dat zijn zweetvoeten. Oftewel gevoelige voeten, zweetvoeten is vervelend om te zeggen, en droge voeten. Alle twee kunnen ze heel vervelend worden. Zweetvoeten kunnen nare geurtjes af gaan geven, maar je huid wordt ook heel erg zacht, je kunt allerlei wondjes doorkrijgen en dergelijke. En daar is een heel makkelijke oplossing voor, van Propolia, gel voor gevoelige voeten. Voor gevoelige voeten. Smeer deze erop een paar keer, was je voeten goed tussendoor. Doe andere sokken aan en binnen een vrij korte tijd heb je bijna tot geen last meer van zweetvoeten. Je hebt nog de andere variant, dat is het tegenovergestelde, dat is droge voeten. Droge voeten is veel pijnlijker, want door de droge voeten krijg je op een gegeven moment dat alles uit gaat drogen, het gaat scheuren, er komen wondjes, het trekt, het doet pijn. Daar waar zweetvoeten hinderlijk is, is droge voeten eigenlijk een heel pijnlijk iets. En daar heeft Propolia de crème voor droge voeten voor. De crème voor droge voeten hoor ik van allerlei mensen terug die last hebben van droge voeten. Dat het enorm veel verlichting geeft. En dus verzorg je voeten uiteraard goed. Je hebt ze elke dag opnieuw nodig. Als er niks aan de hand is, heb je niks nodig. Maar heb je droge voeten of zweetvoeten, weet, er is een middeltje voor wat gewoon fantastisch goed werkt. Gewoon verkrijgbaar bij www.drakenbijen.nl. En gewoon online te bestellen. Dit was het weer. Groetjes en be good. Doei!